We hebben dit jaar in het eerste half jaar evenveel dieren binnengekregen als vorig jaar in het hele jaar. Dus het is inderdaad heel erg druk. Het is niet duidelijk waardoor er twee keer zoveel dieren worden binnengebracht. We verwachten dat het een deel komt door het mooie weer. Er zijn meer mensen buiten, dus ze zien meer, dus ze brengen meer. Maar misschien is het ook wel naamsbekendheid. Lastig te zeggen. Op dit moment zitten er vooral nog wat jonge duiven en enkele andere dieren. We hebben bijvoorbeeld hier een vleermuis zitten. Dat vangen we ook op, want dat zijn ook zoogdieren. Met 40 vrijwilligers redt de vogel- en dierenopvang het maar net om alle binnengebrachte dieren te verzorgen. We redden het in principe wel, want de vrijwilligers die we hebben doen het met heel veel passie. En ze zijn super gemotiveerd. Ze blijven langer, ze draaien overuren. Maar ze worden wel een beetje overbelast. Ze hebben het zwaar. Als de groei zo hard doorzet, dan is het de vraag hoe de toekomst eruit gaat zien. We hebben het er wel heel goed over, maar ja, het is lastig. We moeten eerst nog maar eens aanzien, zeg maar. Is er genoeg plek voor de dieren of is het meer het gebrek aan vrijwilligers? Ja, de plek voor dieren is er, maar de vrijwilligers is een spannender punt.